Minister Stefan Tsang van Handel en Industrie, die gisteren tot de Nationale Assemblée is toegelaten, vindt dat de scheidende regering hard genoeg heeft gewerkt. Het was de hoge koers die ervoor gezorgd heeft dat het volk niet massaal op de NDP heeft gestemd. Tsang kwam middels opschuiving in het parlement, omdat president Desi Bouterse wel gekozen was, maar niet bewilligd heeft. Ik zou dat niet zeggen dat het niet is gelukt. We hebben heel veel gedaan. De ECD is constant over straat. Mensen zeggen dat dat niet zo is. Maar we moeten ook realistisch zijn. Het team moest flink uitgebreid worden. Het is een kleine groep van de ECD dat landelijk moest optreden gedurende de hele COVID-situatie. En het zijn een opeenstapeling van problemen die zijn geweest, issues die zijn geweest. We hadden allereerst de koers. We hebben vanaf het begin, eigenlijk vanaf vorig jaar oktober, waren we al bezig geweest om dat te volgen. En we hebben een aantal dingen uitgezocht waarvan wij zeggen, dit gaan wij moeten beheersen. Dat is onder andere brandstof, dat is de basisgoederen, dat is de medicijnen en dat is bloem. En voor die vier dingen hebben we gezegd, we gaan het hoe dan ook gaan we moeten proberen om deze vier goed betaalbaar te houden voor de samenleving. Want we zagen al dat het de verkeerde kant op ging. We spraken ook met Rui Wang, die namens de VHP in het parlement is. Wang wil zich vooral inzetten voor de productiesector in Suriname. Ik wil me vooral focussen op sociaal-economisch gebied. We moeten productie vooral versterken. We moeten meer gaan produceren. Meer levensmiddelen produceren voor Surinamers. Voor eigen verbruik in Suriname. En als het te veel is, moeten we exporteren naar CARICOM, Europa. En zo krijgen we vreemde valuta's binnen. We moeten niet alleen gaan focussen op export van grondstoffen. Er moet een balans komen tussen die twee. Suriname moet shock absorberend worden in plaats van shock gevoelig. En ja, we zien het tijdens de slechte tijden, zoals de COVID-tijd van wat recent is gebeurd, ligt alles stil. En er moet een verandering hierin komen. U weet dat men altijd Chinese handelaren koppelt aan Chinese functionarissen. Zal u als parlementariër van Chinese komaf ook ernaar gaan kijken dat de prijzen zijn gestegen in de winkels en alles dat mee samenhangt? Ja, natuurlijk. Wat niet goed is, moeten we natuurlijk er een verandering komen. Tot zover parlementariër Rui Wang gisteren na zijn toelating tot het parlement. Hij zal zich de komende tijd inzetten voor de productiesector in Suriname.